Goeiedag lieve mensen, ik ben Marijke Maas en jullie kennen mij vooral van mijn weekvideo's van de weekboodschappen van de engelen, die ik dus iedere zondag hier op YouTube plaats. Maar vandaag wil ik ook even een andere kant van mezelf laten zien. Ik ben dus ook auteur. Ik heb dus al een tiental boeken geschreven, waaronder heel veel romantische verhalen. Maar ook 3 spirituele boeken. En die spirituele boeken wil ik dus vandaag even graag aan jullie voorstellen. Misschien zijn er wel velen onder jullie die dus weten dat ik ook boeken schrijf. Maar misschien zijn er ook nog een aantal onder jullie die dat niet weten. En daarom wil ik dus graag nog eventjes mijn boeken aan jullie voorstellen. Mijn eerste boek was dus een romantisch boek. En dan zijn er dus een aantal romantische boeken gevolgd eigenlijk daarop. Maar dan heb ik ook besloten om een spiritueel boek te schrijven. En dat was mijn eerste spiritueel boek. Dus ik ga mee met de stroom van het leven. En ja, dat zijn dus vooral spirituele teksten. Die dus te maken hebben met de relatie met jezelf, met andere mensen en met de wereld. Dus als je dit boek leest, dan zul je dus verschillende teksten tegenkomen die je dus iets meer vertellen over hoe je dus de relatie kunt verbeteren met jezelf, met andere mensen en ja, met de wereld eigenlijk, met alles wat is. Het is dus een boek die dus ook wat afbeeldingen bevat, zoals hier. Het is geen heel dik boek, maar ja, het telt toch een aantal. Wacht, ik ga eens kijken hier zoveel. Het telt toch 90 bladzijden. En ja, er staat dus heel wat informatie op, die dus wel handig kan zijn. En die je dus ook wel kan inspireren. Dus om je relaties met jezelf, anderen. En dus alles wat is te verbeteren. Want dat is toch wel belangrijk eigenlijk. En zeker in deze tijd. Het tweede boek dat ik dus... het tweede spirituele boek dat ik heb geschreven was dit boek. Vederlichte boodschappen uit de lichtwereld. En ja, dat is eigenlijk gekomen omdat ik plots dus de ingeving kreeg om dus... elke dag aan de engelen dus een boodschap te vragen over wat ik dus mocht gaan schrijven. En ja, dat heb ik dus 55 dagen gedaan. Dus ik had dus 55 boodschappen. Dus ik trok elke ochtend een kaart dus over wat ik mocht gaan schrijven voor de lezers van dit boek. En dus heb ik elke dag een mooie dagkaart gekregen waar ik dus dan eigenlijk via mijn eigen intuïtie dus de boodschap heb uitgeschreven. Dus het is zeker niet overgenomen van een kaartendek of zo. Ik heb echt zelf ingevoeld en zelf echt geluisterd naar mijn intuïtie. En dus het uitgeschreven zoals ik het voelde, zoals ik het doorkreeg. Dus dat is echt een heel handig boek voor als je zelf boodschappen voor jezelf wil trekken, maar je niet echt overweg kunt of niet echt aan de slag kunt met kaarten, dan is dit echt wel een heel handig boek. Je kan het boek openslaan op een bepaalde bladzijde of een getal in gedachten nemen. Dan heb je dus een boodschap voor de komende dag eigenlijk. Je kan dat dagelijks doen of wanneer je daar zin in hebt. Dus ja, dat is echt wel een heel mooi boek daarvoor. Mijn derde boek, Wat dieren je willen vertellen, is een beetje hetzelfde principe, maar dat gaat dus over dieren. En ja, ik heb al heel mijn leven een bijzondere band met dieren. Ik hou van dieren. Ik vind ze prachtige wezens, lieve wezens ook. Dus als ik dus op bezoek ging naar een zoo of ik zag ergens anders in de natuur een dier, ja, dan heb ik daar heel wat mooie foto's kunnen van nemen. Het leek wel soms of dat de dieren poseerden voor mij. En op een dag dus
kreeg ik het idee om dus ja, ook boodschappen te gaan uitschrijven aan de hand van de foto's die ik genomen had. Maar dat gebeurde ook niet zomaar. Ik kreeg eigenlijk eerst de ingeving om dus een kaartendek voor mezelf te maken. Dus van de foto's die ik had genomen. Want ik wilde dus heel graag een kaartendek voor mezelf dat ik dus zelf had ontworpen. Dat kaartendek is niet te koop, maar ik gebruik het dus voor mezelf. Of ja, hier op YouTube of voor in de groep, voor mijn groep van Engelenbegeleiding op Facebook. En daar geef ik vaak ja, eens een boodschap uit mijn eigen dek. Maar ik vond het eigenlijk jammer dat ik het dus niet kon verkopen, zodat andere mensen het ook niet konden gebruiken. Vandaar dat ik dus op het idee kom, ja, waarom schreef ik daar geen boek over? En ja, dan kan ik op hetzelfde principe als dit boek, kunnen de mensen dus ook boodschappen gaan trekken. Dus ze kunnen dus ook weer een getal in gedachten nemen of het boek openslaan op een bepaalde bladzijde, zodat je dus ook een boodschap kunt ontvangen voor die dag of, ja, of wanneer je daar zin in hebt. Of de komende maand, noem maar op. Je kan het gebruiken zoals jij zelf wilt. Natuurlijk ga ik jullie een boodschap geven uit deze beide boeken. Ja, uit dit boek ga ik geen boodschap geven, want dat zijn inspirerende teksten. Maar dat zijn eigenlijk ook inspirerende teksten die dus in deze boeken staan. Maar je kan het echt wel gebruiken als boodschap. Als een boodschap van de engelen of van de dieren. Dus ik ga dus nu... ik heb voor dit boek dus in gedachten dat ik dus boodschap nummer 25 mag nemen. En die ga ik nu aan jullie voorlezen. Zo hebben jullie dus meteen ook een boodschap voor vandaag. En ja, ik heb deze. Ik heb het al. Het is weinig je ruimte. Dus de omgeving waarin je vertoeft heeft een grote invloed op jou. Misschien voelt alles een beetje zwaar voor jou of misschien heb je niet veel energie. Dan is het tijd om je omgeving te reinigen. Misschien hangt er zware of negatieve energie in je ruimte omdat er ruzie werd gemaakt of omdat er ziekte aanwezig was. Misschien heb je iemand op bezoek gehad die veel negatieve energie met zich meedroeg. Deze negatieve energie die kan blijven hangen in je huis, zodat het ook een negatieve invloed geeft op jou en je familie. Zet eens wat muziek op met een hoge frequentie. Je kan deze muziek gemakkelijk vinden op internet. Zet alle ramen open en laat de frisse wind je huis zuiveren. Misschien kan je de rook van salie of palo santo gebruiken om je ruimte te reinigen. Leg bergkristallen in je huis, want bergkristal werkt zuiverend. Je kan ook aartsengel Michael om hulp vragen. Vraag hem om je ruimte te reinigen van alles wat niet in je huis thuis hoort. Vergeet ook niet te vragen of hij je energieveld wil zuiveren en beschermen. Deze boodschap kan ook betekenen dat je letterlijk mag opruimen. Chaos in je huis betekent vaak ook chaos in je hoofd. Het is misschien tijd om aan de slag te gaan en op te ruimen, te poetsen of oude spullen weg te doen. Denk er eens over na om oude spullen te schenken aan een goed doel. Je zult er ongetwijfeld mensen blij mee maken. Je zult merken dat je je beter voelt als alles opgeruimd is en als alles netjes is. Probeer niet te veel ineens te doen, maar doe het stapje voor stapje. Zo zul je het beter kunnen volhouden. Vraag de engelen om je moed te geven. Zo, dat is al een boodschap voor vandaag. Uit dit boek, Vederlichte boodschappen uit de lichtwereld. En nu ga ik van het boek van de wat dieren je willen vertellen, dus het boek gewoon openslaan op een bepaalde bladzijde. Zodat ik dus ook een boodschap voor jullie kan voorlezen, dus voor vandaag. Ja, de kraai. Dat is eens kijken. En ja, er staat hier eigenlijk ook nog iets.
Doe wat je kan en laat de rest los. Relax, alles is goed. Maar dat past dus ook bij de boodschap van de kraai. Want de boodschap van de kraai die gaat over loslaten. Heel mooi. De kraai. Vele mensen vrezen deze grote zwarte vogel. Toch is er niet zo bang voor te zijn. De kraai komt je erop wijzen dat je verandering mag verwelkomen. Verandering is niet eng. Het betekent alleen dat je even uit je comfortzone mag stappen. Dit kan misschien eng voor je aanvoelen, maar verandering is onvermijdelijk als je wilt groeien. Verandering betekent ook dat je bepaalde mensen of situaties mag loslaten. Je voelt waarschijnlijk al wie of wat je mag loslaten. Intuïtie. Je intuïtie heeft je er al vaak attent op gemaakt. Toch is het vaak moeilijk om die stap te zetten. Vaak word je gekweld door angst, twijfel of schuldgevoelens. Probeer deze gevoelens opzij te zetten en doe wat goed voor je is. Laat die persoon, job, relatie, woning of iets anders los die niet meer bij je past. Je wordt enkel maar tegengehouden. Laat los en laat iets nieuws toe in je leven. Iets nieuws dat je leven zal verrijken en je als mens zal laten groeien. Wees niet bang om de eerste stap te zetten naar verandering. Het geluk lacht je toe. Zo. Dus een boodschap over loslaten en een boodschap over je huis en je omgeving en je energieveld reinigen, zodat je helemaal zuiver bent. Heel mooi. Ik zal nu ook eventjes de kostprijs zeggen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is het eerste boek. Ga mee met de stroom van het leven. Kost dus 18 euro. En daar komen dus, als je dus via mijn website bestelt, komen daar dus 2 euro verzendingskosten bij. Dus in het totaal is het dus 20 euro. En dan heb je dus het volgende boek, Vederlichte boodschappen uit de lichtwereld. Dat kost dus 19 euro. Plus 2 euro verzendingskosten. Dat komt dus op 21 euro. En dan het laatste boek. Wat dieren je willen vertellen is dus ook 18 euro. En dus met 2 euro verzendingskosten 20 euro. Dus mijn boeken zijn dus te koop via mijn website. Dus als je dus mij een bericht stuurt via het contactformulier op mijn website. Dan kan je dus het boek bestellen. Daar leg ik je dan uit hoe je kan betalen. Daar mag je me dus ook je adres doorgeven, zodat na de betaling het boek dus naar je toe kan gestuurd worden. Zo eenvoudig is het. Het is echt niet moeilijk. Het duurt dan ongeveer een week of iets meer voor je dus het boek ontvangt in je brievenbus. En ja, het is dus inderdaad heel handig als je dus zelf boodschappen voor jezelf wilt ontvangen. Maar je kan niet goed overweg met kaarten, dan kan je dit dus doen via mijn boeken. Dus een eenvoudige oplossing. Dus, wil je dus ook weten hoe je dus de relatie met jezelf, met andere mensen en met alles wat is verbeteren, dan kan je dus mijn boek lezen met inspirerende teksten hierover. Het is echt een aanrader. Ik heb al heel veel mooie positieve reacties gekregen van mensen die dus de boeken hebben gelezen. Dus ik zou zeggen, twijfel niet langer. Als je dus het boek of de boeken wilt lezen of één van de boeken wilt lezen. Je hoeft daarom niet alle 3 de boeken ineens te lezen. Het kan ook zijn dat je dus interesse hebt voor één boek. Dus twijfel niet langer, het is echt wel de moeite waard. En ja, het is ook niet zo duur. De verzendingskosten zijn maar 2 euro. Dus dat vind je ook niet zoveel. Ik hoop alvast dat ik je heb kunnen inspireren. Dat jullie geholpen zijn door de 2 boodschappen die jullie hebben gekregen. En ja, ik hoop natuurlijk ook dat jullie mijn boeken willen lezen en kopen. Want ja, ik heb ze ook geschreven om jullie te helpen en te inspireren. Om je alleen maar vooruit te helpen. Dus ik hoop dan ook dat je dat dus echt ook wilt gaan doen. En dat je dus mijn boeken wilt lezen en kopen. Ik wens jullie alvast een hele fijne dag toe.
En alvast bedankt voor het kijken. En ja, tot de volgende keer. Daag.